Puerto op het water nu. Macomia. Het is ongeveer 10:15. Ik ben 10:15 ben ik vertrokken. Toch tussen training is tot Enkhuizen. En weer terug. Dus bij elkaar een kleine 48 kilometer. Dus heerlijk weer. Rustige wind, kracht 3 denk ik ongeveer. Hier ligt golf op het water. Ja, het is vrij rustig, er zit bijna geen boten. Buiten het vrachtverkeer dan. Dus verslag zo meteen weer. Hè. Tot de volgende stop. We zijn nu op een kwart en ongeveer een uur onderweg. Nou, ik ben op de helft. Dit is de omgeving. Het water is nog iets ruwer geworden. Nou, je zal me heel moeilijk verstaan, denk ik, want het staat overwind. Ik ben nu op de helft. Zeg maar, op de GPS is dat ongeveer dit. Je kan zien de camera. Ik heb nu 12,1 kilometer gevaren en er komt net een zeilboot voorbij, dat is wel heel leuk. Iemand zei gedacht, die gaat me zo meteen even opwachten als ik in de haven aankom. Dus dat is misschien wel leuk om eventjes met hem te vertellen wat ik van plan ben. Dit zijn de golven van nu. En zo meteen op de terugweg heb ik die lekker tegen, dat is leuk. Ik moet een beetje knallen in de golven, dat is wel grappig. Dat was met deze golf. Het is anders wordt de camera nat. Dat willen we natuurlijk niet. Ik heb nu dit gevaren. 15,8 kilometer. En 3 uur en 2 minuten onderweg. Dus, ik moet nog dan een kilometer of 8 nog. Zo, nou. Je ziet het. De aardige bonk in het water. Dus het is vrij ruw geworden. Ja, ik denk kracht 4 is nu het water, denk ik. Het is ongeveer een kilometer 2. Ik heb nu 2 afstand gemaakt. Dus, het is ongeveer 20 kilometer. Ongeveer tegen 5 man lopen denk ik nu, inmiddels. Ja, 4, kracht 4. Ik heb nu precies, ik ga even scherp stellen. Ik heb 22,8 kilometer gevaren. Nou, dit is de andere kant van de dijk, Enkhuizen. Kijk, ik kwam al een boot uit de haven allemaal. Dan daar kom je de haven uit. En dan wat maken meer op. Ziet er nou uit dat ik de boot uit kan. Dus ik ga eens kijken of ik misschien aan de overkant eruit kan. Plassen en een boterham eten. Dus luister van Enkhuizen. Nou, het is nog gelukkig water uit te gaan eventjes. Of tenminste, even de kano uit. Het is even een lekker been strekken. Even oefeningen doen. Nou, ik ben uitgerust, dus ik ben op de kant geweest en het is vrij rustig weer. De wind is wel gedraaid, het staat nu weer een beetje zuidelijk. Ja, dus we gaan kijken wat het wordt. Nou, we zijn inmiddels onderweg terug. Het is rustig weer. Het is echt
minimaal een golf. Dat is niet zo erg hoog. Het is wel, wel geregend in Almere. Maar daar hoef ik dus niet heen. We gaan terug naar Lelystad. En het is ik denk wat te doen. Ik heb een ietsje kramp in mijn arm, mijn linkerarm. Maar dat is nog niet volledig. Dus ik kan nog even doorpedderen. Ik zal meteen even wat oefeningen doen. En dan gaan we de tocht gewoon weer lekker voortzetten. Ik ben bijna op Belgd. Ik heb een beetje kramp in mijn arm iedere keer. Dus het moet ik even masseren tussendoor. Op zich gaat het best wel aardig. Dit is stilte op het water. Buiten even dit vliegtuig die gaat komen. Voorbij komt. Het zogenaamde stiltegebied. Heerlijk om te horen. Helemaal niks. Geen boten. Geen land. Helemaal niks. Af en toe zie ik de toren in beeld. Maar het is wat heijig. Dus dat maakt het dan even lastig om te navigeren. Gelukkig heb ik het GBS meegenomen. Dus ik weet wel welke kant op ga. Dat zie je gewoon bijna niet. Dat is wel heel vreemd. Ik zie wel de dijken liggen heel ver weg. Heel ver weg. Ik denk een kilometer of 10, 11 tot hij hier vandaan is. En heel af en toe zie ik de toren opduiken. Als die eventjes uit de mist komt. Ja. Ik merk wel dat je een beetje moe gaat worden nu. Maar af en toe even mijn arm wat masseren en dan peddel ik weer verder. En af en toe schiet het erin en dan doe ik wel rustig aan. Het zijn hele lage golven, het is bijna windstil nu. Dus het is wat dat betreft gaat het goed. Nou, dat was weer de update. Tot zometeen maar weer. Kijk, is dit mooi of niet? Ja, dit zijn ze. Dit zijn de lichten. En de rust, hè? Niet zo. Nog een kilometer ongeveer. Dit is de toren van Lelystad. Het is spontaan gaan regenen, dus ik moest de camera opbergen. Ja, dit is hem, hè. En hier is de ingang. Nou, een paar dagen binnen. Ik heb vandaag nog 1 kilometer te doen. Sorry, ik wil weer zien. Nou, alleen je moet je duim nog een keer opsteken. 46 kilometer. Oké. Okay. Ik betaal 9 uur en 52 minuten over. Zo, eindelijk op de kant hoor.